Jan Liese, 49 jaar uit Oosterhout. Volgde zijn priesteropleiding in kerkraden en was 26 jaar priester in het Bistom Roermond. Ook was hij er docent bijbelstudies. Dat hij door de paus tot hullebischop werd benoemd was in eerste instantie een onaangename verrassing. Maar als ik eerlijk ben, was de eerste reactie. Uh, ja, echt heel eerlijk, was ik niet zo heel blij. Omdat ik. Uh, eigenlijk helemaal niet weet wat er op me afkomt. Dat wist ik toen niet, ik weet het nu nog niet helemaal, maar meer. Wat ik niet zag in het begin, en nu wel, dat is dat het ook gewoon een, een geschenk is. En uh, dat maakt me wel blij. Tilburger Rob Mutsaerts, 52 jaar, is eigenlijk jurist en volgde pas op late leeftijd de priesteropleiding. De laatste jaren is hij pastoor in Hezen. Ook voor Mutsaarts kwam zijn benoeming tot hulpbisschop als een volslagen verrassing. Laat ik eerlijk zijn, mijn ambitie is het nooit geweest. Ik, ik, ik heb het idee, pastoor zijn, dat is toch ja, aangenaam, was misschien niet juist uitgedrukt. Maar ik, ik heb die bijzonder naar mijn zin in Hees of mijn vorige in Millingen aan de Rijn. Um, maar goed, zo is het altijd gegaan bij mij eigenlijk. En als je gewoon doet wat ze in redelijkheid van je vragen, nou, dan moet je gewoon meewerken en er gewoon het beste van maken. En vaak voel je daar ook het beste bij. Ja. Rob Mutsaerts, voetballiefhebber in zijn vrije tijd. ...wordt door velen gezien als een kritische dorpspastoor. Zichzelf beschrijven vindt hij moeilijk. Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Dan heb ik liever dat anderen dat van mij zeggen. Jan Liese, een internationaal erkend bijbelwetenschapper... ...met een passie voor computers... ...wil wel een poging doen zichzelf te typeren. Heel moeilijk om dat heel kort te doen. Als ik mezelf zie, dan ben ik iemand die veel op zijn gemak is in een kantoor... ...achter boeken. Dat heb ik heel vaak gedaan... Maar die uh, ja, ook heel graag in de prochtje is geweest. En ik hoop dat weer terug te krijgen. Na enig aandringen wil ook Mutsaerts toch proberen zichzelf neer te zetten. Ja, maar toch met een zekere gedrevenheid en een passie. Ja. Voor, omdat het, ja, het gaat ergens om, hè, om iets wezenlijks. Hè, om, om het wezen van het leven.